Komt hij daar? Oh, denk ik. Ja, denk ik. Ja, dat is wel. En dan naar het volgende. Mijn idee, maat. Oh, met een fingernail in werk. Nee, ik ben Frans. Oh, Bert. Oh, jongen. Ja, jongens, eentje. 65k. 65k, jongens. Hé, jongens. En op de 200. Hoor, mijn mede is Lama Kebab over. Parcours Scheidel viert feest. Ja. De enige keer dat ik er ben. Oh, dankjewel, Bork. Het is 3 november, we gaan naar buiten. De deur is opengezet, want het is warm in de gymzaal. En we kijken naar boven. En het is volle maan. Nou jongens, het is oudejaarsavond voor mij, 3 november. We zitten in de gymzaal De Bent, ouderwetse zaal. Al voor 4 jaar, parcours Scheindel. Still going strong, we gaan lekker door. En iedereen is lekker met zijn eigen bezig. Ja, je ziet het wel. En morgenavond is het bij mij thuis. Het verslag nog in 1 keer te zien in deze vlog. En je komt thuis van het skirunnen, meteen de administratie en de Voice of Holland op terugzetten, vanaf het begin kijken. En dan kan je gewoon vanaf 8:30 rustig kijken, terwijl het 10:45 bijna is. En dit is net 9:15. Het is van 2 uur geleden. Prachtige stem. En toffe timing. Koffie. Ja, belangrijk. Heel fijn. Dan nog even eten gehaald, kipvleugeltjes en de pizza voor vanmiddag. Kipvleugeltjes is voor morgen. Nog wat drank en ik had mijn jas aangedaan. Je gaat naar buiten, het is verdorie voorjaar, het is 4 november. Het is 4 november zeg. Hallo.
En het is 14 graden buiten. Het is gewoon voorjaar. Nou, dit moet genoeg zijn, hè? Ik denk het wel. Pizza voor vandaag. Ja, je hoort het weer. De telefoon blijft maar gaan. De apps en de Messenger, Facebook. Het blijft maar doorgaan de hele dag. De keuken is klaar. Dat moet nog opgeruimd worden voor vanmiddag. En nog steeds staat de balkon weer open. Gaat de telefoon weer. En het is 1:15. Het is gewoon druk, druk, druk met de telefoon. Ja, mijn GoPro die loopt ook weer op te laden, want die heb ik naast de vlogcamera ook nog nodig. En de telefoon. Met andere woorden. Oh jongens. Je blijft maar aan de gang. Oh. Kijk. Dit is van mijn broer. Oh, ik hoor het ook wel, ja. Eerste bezoek. Zo. Ja, hij is aan het filmen. Oké, goedenavond mensen. We zijn hier op 4 november ten huize van Frier en opa. En je weet het vandaag. Het is weer mijn verjaardag. Het zal niet waar wezen. We gaan even rond. En goedenavond. Hoi. Hoi. Goedenavond. Ja, je bent gelijk met een koper op bij jou bezig, hoor. Ook goedenavond. Ja, goed, dat zijn dus een paar van die lui die al even langskomen. Een paar komen weer niet. Dat is dat altijd weer. Maar die komen morgen weer. Geen probleem. En gisteravond waren hier ook weer een stil. 3 dagen feesten en freerunnen. Dus kijk op de vlog. Houd in de gaten. En ik zie jullie zo meteen. Hallo. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik kaviaar ga eten. Ik ben nu 65, ik heb nog heel even. En mensen, dit is kaviaar. Wat doen we met een zilveren theelepel, met een gewone mes. Een mespuntje mag ook, maar dat gaat ten koste van de smaak van de kaviaar. Je kan het doen met een toosje, met een ei erop. Allemaal niet doen, dat gaat ten koste van de smaak van de echte kaviaar. Kaviaar komt van een steur en een steur die moet je 17 jaar kweken, dan gaat hij eitjes leggen. En dat zie je nu hier. Dus vandaar dat het eigenlijk zo verschrikkelijk duur is. Het duurt 17 jaar voor de eerste oogst. Nu gaan we die met het zilveren theelepel scheppen we die uit het blikje. Dat gaat dus niet ten koste van de smaak. Dan leggen we op de hand. Daardoor wordt de kaviaar die wordt iets warmer, neemt de temperatuur aan van je lichaam. En nu is de bedoeling dat we hier vandaan zonder zout, zonder ei en alle toestanden gewoon puur kaviaar eten. Ah. Ik vind het heerlijk. Zacht van smaak. Je proeft de zee. En dit is kaviaar, mensen. Heerlijk!
Nou, ik heb nog wat over. Hebben jullie behoefte aan koffiejaar? Ik heb een mespuntje, kan er natuurlijk ook. Zal mijn kamerad van mij proberen, wel op de hand. Nou jongen, mag jij even eerst een keer koffiejaar eten? Zeg het maar. Wat proef je? Van die glibbelballetjes. Zeg het maar. Smaakt wel apart, joh. Mijn nasmaak is niet echt... Het proeft echt naar vis inderdaad. Maar ik vind niet dat vies. Nee, niet echt naar uitjes ofzo. Nee, hij is wel lekker. Hij is wel lekker. Hij is wel vis uit, in ieder geval. Ik vind het nou, ik ben blij dat het niet allemaal opgegaan is, want we hebben nog gelukkig nog meer. Kijk, dan gaat u record, dan gaat u filmen. Nou ben ik aan het filmen. Dus, hallo meneer. Dag meneer. Ja. We gaan gewoon door mijn verjaardag vieren. Nee. Goed.